De helft en het dubbele. De helft. Wat is dat eigenlijk? Als je één appel door de helft snijdt, heb je twee gelijke stukken. Die stukken zijn dan precies even groot. Eén zo'n stuk noem je dan de helft. We hebben net één appel verdeeld, maar wat als er nu twee appels zijn? Als er twee appels zijn, dan is de helft ervan 1. Als de appels eerlijk worden verdeeld, krijgt ieder kind 1 appel. Als er 4 snoepjes zijn, dan is de helft ervan 2. Als de snoepjes eerlijk worden verdeeld, krijgt ieder kind 2 snoepjes. Als er zes tomaatjes zijn, dan is de helft ervan 3. Als de tomaatjes eerlijk worden verdeeld krijgt ieder kind 3 tomaatjes. En nu zonder plaatjes. De helft van 2 is 1. De helft van 4 is 2. De helft van 6 is 3. De helft van 8 is 4. De helft van 10 is 5. En wat is eigenlijk het dubbele? Denk maar aan schil kijken. Als je schil kijkt, zie je alles dubbel. Kijk je schil naar één konijn, dan lijkt het alsof er twee konijnen zijn. 2 is dus het dubbele van 1. Steekt iemand twee vingers op en kijkt je schil. Dan lijken het vier vingers. Vier is dus het dubbele van twee. Het meisje heeft twee tomaten, het jongetje heeft het dubbele. Dat is dan twee keer zoveel. Het jongetje heeft er dan vier. Het meisje heeft drie snoepjes, het jongetje heeft het dubbele. Dat is dan twee keer zoveel. Het jongetje heeft er dan zes. En nu zonder plaatjes. Het dubbele van 2 is. 4. Het dubbele van 3 is. 6. Het dubbele van 4 is. 8. Het dubbele van 5 is. 10. Even testen of je het nu weet. Wat is de helft van 8? 4. Wat is het dubbele van 3? zes. Wat is de helft van tien? Vijf. Wat is het dubbele van twee? Vier. Wat is de helft van zes? Drie. Wat is het dubbele van vijf? Tien. Wat is de helft van vier? Twee. Wat is het dubbele van 1? 2